Voorzitter, ik had het over de economie van de toekomst. Maar de Haagse aandacht gaat naar mainports en financiële Zuidas. Naar meer auto's, meer schepen, meer vliegtuigen en meer financiële producten. Naar de economie van het verleden, de economie van de gebakken lucht. Het is een economische verliesstrategie. We hebben een optimistische visie op de toekomst nodig met slimme groei, innovatie en creativiteit. Die echte werkgelegenheid oplevert en duurzame welvaart. Voorzitter, de afschaffing van de dividendbelasting is daarom absurd. De verlaging van de VPB verkeerd en de verhoging van de BTW dwaas. Het komt ten goede aan grote bedrijven en het gaat ten koste van de samenleving. De afgelopen 8 jaar was de politieke antenne van de premier haarscherp afgesteld. Maar nu zit er ruis op de lijn. De premier was er een meester in om ons af te leiden van wat echt belangrijk was. Hij werd afgeleid omdat het debat onder leiding van politiek rechts ging over paaseieren, boerka's en het Wilhelmus. En ondertussen gingen de huren omhoog, de lasten omhoog, de baanzekerheid omlaag, werd er bezuinigd op dat wat we als samenleving belangrijk vinden. Publieke dienstverlening, zorg, onderwijs, veiligheid, betrouwbaar openbaar vervoer. Het is de truc van een politieke zakkenroller. Je wordt afgeleid terwijl je zakken worden leeggehaald. Maar dat trucje werkt niet meer. De samenleving heeft het door. De VVD ziet het echte bedrijfsleven, de echte ondernemers, het MKB, niet staan. En vergeet de mensen in de publieke sector. De leraren, de verzorgenden, de politieagenten, de buschauffeurs. Het zijn de mensen die onze samenleving iedere dag draaiende houden. Het zijn de mensen die onze kinderen voorbereiden op hun toekomst. Die onze ouderen en zieken verzorgen. Die zorgen voor onze veiligheid. Die zorgen voor banen, welvaart en welzijn. En het water staat hen aan de lippen. De bureaucratie, de werkdruk, het gebrek aan waardering. Ze houden het niet meer vol. En als banken dreigen om te vallen, worden ze met miljarden gered. Maar als mensen dreigen om te vallen, dan blijft het stil in het torentje. De enige manier om ervoor te zorgen dat er wel geluisterd wordt, is als mensen zelf lawaai gaan maken en opstaan. En dat gebeurt, want er broeit iets in ons land. De actiebereidheid is groot. De wil om samen te werken is enorm. De leraren verbinden zich met de verzorgenden, de politieagenten, buschauffeurs, militairen en brandweermannen. Jullie verhaal is ons verhaal, zeggen ze. Jullie strijd is onze strijd, moedigen ze elkaar aan. Dat zag ik ontstaan de afgelopen maanden in de kantines. En hun eis moet ook onze eis zijn, hier in Den Haag. Niet de dividendbelasting afschaffen, maar op komend jaar 2 miljard extra investeren in de publieke dienstverlening. Als eerste stap in herstel van de schade dat de afgelopen jaren is aangericht. Als eerste stap naar het herstel van vertrouwen. Voorzitter, wat zegt de premier tegen de docenten uit Hoofddorp, die mij vertelde dat ze iedere dag, terwijl ze heeft overgewerkt in zo'n volle klas, het gevoel heeft dat ze tekort is geschoten. Dat ze niet alle kinderen de aandacht heeft kunnen geven die ze verdienen. En wat zegt de premier tegen Marlies, die in de verslavingszorg werkt? Die dat doet omdat ze voor mensen wil zorgen die dat even niet voor zichzelf kunnen doen. Maar die op het moment dat er ongenode gasten binnenkomen, zich moet verschuilen achter een van haar cliënten, de grootste. Omdat er geen collega is om haar te helpen. En dat de politie te ver weg is om er op tijd te zijn, om ondersteuning te bieden. En wat zegt de premier tegen die agent die mij vertelt dat hij na een dagdienst even snel naar huis gaat om bij te komen en 's avonds nog een nachtdienst draait, omdat er toch te veel collega's ziek zijn? En wat zegt de premier tegen de buschauffeur die mij in Den Bosch vertelt over hoe zijn vak is veranderd? Dat sinds de aanbestedingen, sinds de jaren 90, hij meer uren is gaan werken. Veel meer uren. Maar dat zijn baas dichter op de huid zit. Dat hij veel productiever moet zijn. Dat hij niet eens meer de mogelijkheid heeft om even te wachten op die oude mevrouw die met haar rollator komt aanlopen. Anders haalt hij zijn targets niet. Wat zegt de premier tegen de samenleving? Blijft hij luisteren naar Shell en Unilever? Of laat hij zijn keuzes bepalen door de boardrooms, door de multinationals? Of luistert hij naar de verhalen uit de kantines? De verhalen van al die mensen die het voor ons doen. Luister naar hen, waarschuwt de premier. Luister naar hen, want ze laten zich horen. Nu al. En straks bij de volgende verkiezingen zeker. En mag ik 1 concreet voorbeeld noemen, wat ik echt een gemiste kans vind. De jeugdzorg en de problemen van jongeren die dakloos raken, gaan zwerven, in de schulden komen. De koning sprak er gisteren over, en terecht. Als iemand 18 jaar wordt, stopt vaak de jeugdzorg, terwijl veel van deze jongeren nog zorg en ondersteuning nodig hebben. Voorzitter,
Denkt dit kabinet in systemen of kijkt ze naar mensen? Is dit kabinet bereid de leeftijdsgrens voor de jeugdzorg te versoepelen, zodat alle jongeren die dat willen en nodig hebben, de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben? En voorzitter, de coalitie kan ons vandaag negeren en de afschaffing van de dividendbelasting erdoor duwen. En de coalitie kan ons in het najaar negeren en voor de afschaffing van de dividendbelasting stemmen. In de Tweede en wellicht ook de Eerste Kamer. Maar in het voorjaar raakt u de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Dan kunt u de oppositie niet meer negeren. Dan kunt u de samenleving niet meer negeren. Dan kunt u niet doorgaan met een maatregel die in geen enkel verkiezingsprogramma stond. De maatregel gaat pas op 1 januari 2020 in. En daarom zal ik een initiatiefwet indienen voor het herstel van de dividendbelasting. Ik zeg tegen onze premier, voorlopig bent u nog niet van mij af.